De wegen in de wijde omgeving kregen afgelopen weekend extra passagiers te verwerken. Zo'n 300 deelnemers kwamen namelijk af op Venray Oldtimer City. Het weekend is afgelopen vrijdag begonnen. Vrijdagavond zijn bij Hotel Asteria de mensen binnenkomen rijden met hun oldtimers. Select groepje van een 30 auto's. Die hebben gisteren een hele mooie tour gereden van 140 kilometer. En vandaag inderdaad het toetje met het evenement op de plein hier in het mooie Venrayse. Zondag konden de deelnemers kiezen uit een toertocht van 50 of 80 kilometer. En voordat ze vertrokken werden ze gezegend door Deke Smeets. Voor Arts, die dit jaar zijn eerste editie als voorzitter meemaakte, was dit een toerdag om goed op terug te kijken. Nou, fantastisch. We hebben natuurlijk heerlijk weer. Superveel publiek aanwezig vandaag. En heel veel leuke en bijzondere auto's. Het is van heel eenvoudig klassiek autootje tot heel bijzonder extreme oudere auto. Maar iedere auto heeft zijn eigen uitstraling en zijn eigen ding, wat wij super vinden. Twee van de auto's werden gereden door de Wansumse Wil Fransen en Erwin van Tilburg uit Hees. Dat is een Eifert. In 1932 en deze is van 36 gemaakt. Een Triumph Spitfire 1500 TC van 1979. En wat is er zo speciaal aan deze auto? Dat schijnt dat dat vroeger de goedkoopste auto is die ze ooit gemaakt hebben. Tenminste, daar staat hij als in de boeken, zeg maar. Dus als Ford Populair zit dat. En hebben ze vroeger dus een van de goedkoopste auto's, omdat er in die crisis jaren was. En vandaar, als je met rond, dit is gewoon een hele mooie auto met rond te rijden. Dus gewoon schitterend dus. Wat heeft u er veel zelf aan gedaan of laten doen? De buitenkant die is zoals hij nu bij staat, zeg maar. Maar technisch heb ik er wel veel aan gedaan. Ja, de motor heb ik eruit gehad. Ik heb een nieuwe lagers ingezet. Technisch heb ik er veel aan gedaan. Differentieel heb ik een paar keer al vervangen. Buiten is het alleen poetsen. En poetsen doe ik ook graag. Dus, Dan moet ik wel veel laten doen. Dat is motors gedeelte zo. Maar als je warmte laat staan, hè, dan heb je wel eens pech dat je er zelf een beetje aan mag sleutelen als je naar de gang krijgt. Dus, En verder wat motorisch gedeelte, bijvoorbeeld als je aan de zuigers moet werken, zo, dat moet ik laten doen. Dus, En hoe bevalt het vandaag? Perfect, geweldig. Mooi weer, schitterend, heerlijk. En de route, hoe is die? Fantastisch. Heel mooi uitgezochte route, echt. Dus een mooie omgeving ook zo. Ik rijd het wel eens vaker met deze auto hier aan deze kant, zo, maar iedere keer wat anders en andere wegen. Maar dat is toch wel mooi, toch wel. Dus iedere keer genieten als je hier in de buurt rijdt. Dus, Het is net een Spitfire Tour toch? Want er doen er heel veel mee vandaag. Ja, toeval. Gewoon toeval. Er doen veel Spitfires mee, maar ik zit wel bij een Spitfire Club. Maar dit is niet bij de Spitfire Club verteld, zeg maar. Dus, maar er doen er veel mee, ja, klopt. Ondanks dat er dus veel Spitfires meereden, viel er geen één in de prijzen. De winnaar van de mooiste klassieker tijdens de 24e Oldtimer Toertocht werd namelijk de American La France van Joop Fransen. En na het verdelen van deze prijzen kan de organisatie alvast aan de voorbereidingen voor een speciaal jaar beginnen. Ja, volgend jaar bestaat de Venrayse Oldtimer Toertocht 25 jaar en dan gaan we, zitten al in de startblokken om extra dingen te organiseren. Extra attracties voor mensen, bijzondere auto's gaan we uitnodigen. En daar zijn we druk mee bezig om dat voor elkaar te krijgen. En deze zilveren editie zal volgend jaar in het laatste weekend van juli gehouden worden.